Ja, het begint wat te kriebelen. Ja. We hebben gisteren de kleding opgehaald. Vandaag presenteren we dat in ons pak presenteren we ons als team. Met alle andere sporters, met een aantal grote namen. Dus dan wordt het wel heel echt, ja. Yvette Brog, de Spelen komen eraan. Hier zojuist in Scheveningen heeft de officiële overdracht plaatsgevonden. Het is nog maar kort. Begint het dan met zo'n dag als vandaag nog meer te kriebelen als dat het ook voor jou al deed? Ja, dat deed het eigenlijk al wel heel erg. Maar op zo'n dag is het natuurlijk wel echt wel een speciaal moment. Natuurlijk met alle sporters bij elkaar. Dus, het is wel echt wel mooi. Vertel eens over het moment dat het echt je lijf is ingekomen. We gaan naar de Spelen. En dat het echt begon te kriebelen. Ja, vorige week eigenlijk dat de selectie bekend werd gemaakt. Dat het gewoon zeker was dat je dat, zeg maar, bij het team zat. Dat ik echt nog oké. Ja. Maar je leeft natuurlijk al zo lang naar dit moment. En dus het speelt eigenlijk al zo lang. Maar hoe dichterbij, hoe sterker dat gevoel wordt. Annika van Emden, begint het al te kriebelen? Ja, heel erg. Ja. De afgelopen weken, maanden natuurlijk. Ja, alles. Elke dag zie je wel iets wat met de Olympische Spelen te maken heeft. En nu zitten we ik zit 2,5 week voor vertrek. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. Merk je dat aan, dat alles in je lijf, alles in je vezels om Rio gaat? Ja, aan alles eigenlijk. TV, gewoon je omgeving. Hè. Mensen hebben het erover. Hoe lang nog? Wanneer vertrek je? Op tv, hè, de media. Maar ook bijvoorbeeld persaanvragen. Nou, die krijg ik nu veel meer dan normaal voor een WK bijvoorbeeld. Je trainingsmaatjes. Gewoon je eigen feeling. Weet je wel. Je hebt er 4 jaar naartoe gewerkt. En nu komt het eindelijk tot een hoogtepunt eigenlijk. Dat is de bedoeling. Dus aan alles merk je dat. Ja.